Nou, welkom bij de eerste editie van het Rudy van der Zanden Nieuwstijl Jeroen Bos Dweil Festival. Het is een hele mond vol en het is ook de eerste keer dat dit unieke festival in Den Bosch plaatsvindt. Er zijn dit jaar talloze orkesten die hier naar Den Bosch komen. Ik weet niet hoeveel het er precies zijn. Ik heb hier het programmaboekje bij me. Ik denk dat het er ongeveer zo 42 zijn. En het zijn orkesten van door heel het land die hier vandaag in Den Bosch gezellige muziek komen maken. Met maar liefst 12 podiums door de hele stad. We gaan een leuke reportage voor jullie maken. We gaan ook een stukje registratie van het hoofdpodium uitzenden waarbij jullie alle optredens kunnen bekijken. En natuurlijk ook leuke gesprekjes met de mensen in de stad. Want het belooft erg druk te worden vandaag. En zoals je achter me ziet, is het al erg druk en gezellig. Naast mij presentator van het festival Hans de Voort, toch een Bossenaar hart en nieren. Was Den Bosch toe aan zo'n festival? Ja, schijnbaar. Het is natuurlijk wel heel mooi dat je... Wij Bossenaren zijn natuurlijk best arrogant en denken dat wij vooral de enige stad zijn waar ze geweldig muziek maken. Dat is natuurlijk ook wel zo, maar wat ik hier hoor af en toe, dat is echt klasse. Petje af. Stopniveau, hè? Ja, dus met name de interactie, daar zijn we natuurlijk niet gewend. En een bosgroep we altijd, je moet erop kunnen lopen. Ja, hier maakt het niet uit. Het is gewoon zo lekker swingend en wat ik al zei, de interactie met het publiek is erg leuk. Ik heb al een aantal mensen gevraagd, ik ga het ook aan jou vragen, Hans. Ik kreeg een beetje het gevoel toen ik de stad inliep, toch een beetje dat ik aan Oeterdonk moest denken. Ik weet dat ik het niet als carnaval mag bestempelen, maar heb jij ook een beetje dat gevoel? Ja, maar ik denk dat dat ook wel logisch is. Het is natuurlijk vooral blaasmuziek. Dus net als al die clubjes die in februari rond gaan lopen. Ja, je hebt al gauw een glas bier in je handen. Het is je meedijnen. Ja, het is ook een beetje dezelfde temperatuur als met carnaval, dus het is eigenlijk heel logisch, denk ik. Ja, want jij staat de hele dag hier op het hoofdpodium. Wat gaat hier straks gebeuren? Want er komt ook een prijsuitreiking, hè? Ja, er zijn twee klassen, wat ik al zei. Die gezelligheidsklasse en die wedstrijdklasse. Daar heb je drie prijzen in. Er zit een jury. Beide klassen hebben een jury. Dus ja, ik ben heel benieuwd. Wie gaat er winnen? Ja, de feestbenden uit Kromvoort maken wel een enorme kans, denk ik. Dat vond ik tot nu toe de beste die ik heb gehoord. Heb je zichzelf ook wel flink gepromoot overal, hè? Ja, maar dan nog, je hoort natuurlijk nummers terugkomen. En hun bewerking van de Bohemian Rhapsody, die is fantastisch. Erg mooi. Wat is nou, Hans, van alle evenementen die de stad rijk is, jouw favoriete evenement? Laten we even uitgezonderd carnaval doen dan. Ja, dat is moeilijk, ja. Want er komt natuurlijk zo vaak en zoveel, ieder weekend is er wel iets te doen. Dat heeft ook te maken met je eigen ding. Kijk, de intocht van Sinterklaas is best leuk tot een bepaalde leeftijd. Ja, dat is een moeilijke vraag, man. Ja. Wat vind ik nou het leukste? Nou, Jazz in Juketown blijf ik leuk vinden, maar niet zozeer vanwege de muziek, maar vanwege de enorme drukte en gezelligheid. Het is toch een beetje carnaval in de zomer en je komt dan zoveel bekenden tegen, vind ik leuk. Ze heeft allemaal zo'n charme, moet ik zeggen. Ik vind het moeilijk kiezen. Nou, wie weet is dit over een paar jaar een nieuwe Jazz in Juketown, een weekend, de podia's. Ja, wie weet. Zou zomaar kunnen. Ik weet het niet. We zullen het zien. Kom maar weer filmen dan. Nou, geniet van deze dag, Hans, en succes. Dankjewel. We'll be right back.
hier naast me staan, Rob van der Laar. Rob, ik vind het wel heel erg grappig dat ik jou ook in het boekje van het Jeroen Bosch Dwelfestival tegenkom. Maar inmiddels zit jij in behoorlijk wat stichtingen, hè? Ja, nou ja, ik heb er al in gezeten en ik zit erin. Hè. Zoals dat weten heel veel mensen natuurlijk toch wel, Oeterlangse Club. De lokale omroep heb ik gezeten. Ik ben voorzitter van Maritiem nu, voorzitter van de Brabantse Carnavalsfederatie. Internationale Broederschap Gulden Vlies. Ja, je zit in dat soort dingen omdat je gewoon leuk vindt. En ja, je rolt er vanzelf in. Het is de eerste editie van het Jeroen Bosch Dwelfestival. Wat maakt dit evenement anders dan alle andere evenementen die we al hebben? Nou, dat is sowieso dat muziek. En muziek is sowieso in deze stad heel belangrijk. Maar dat je hier van zoveel dorpen en steden in heel Nederland dit soort groepen hebt. Die allemaal laten zien wat ze kunnen. Het is een nationaal feest dit. Hè? Dit is niet meer alleen maar lokaal. Maar dit is bijna nationaal. En dat is het leuke ervan. Dat je ook eens van de andere kant hoort van wat kunnen mensen eigenlijk. Het is een soort van uitwisseling van muziek. Ik kwam de stad inlopen en ik kreeg eigenlijk bijna een beetje dat Oeteldonkse gevoel. Had jij dat ook? Ja, maar dan wil ik toch altijd een beetje zien te voorkomen dat overal het imago van carnaval op gaat kleven. Dat is hier ook niet. Het zijn natuurlijk wel muzikanten die vaak in het carnavalswereldje zitten. Maar ze brengen een hele andere soort muziek. Dus je hoort ook geen carnavalsmuziek of nauwelijks. En dat is ook het leuke ervan, want ja, er is veel meer dan natuurlijk carnaval. En je moet ook proberen te voorkomen dat dadelijk... Ik zeg wel eens, in Zittekenbosch kennen we twee seizoenen. Dat is carnaval en voorcarnaval. En dat voorcarnaval, daar moeten we wel eens voor oppassen dat dat niet carnaval wordt. En dat is het absoluut niet. Ik vind ook niet dat die vergelijking opgaat. Het is wel een gezellige sfeer die je ook wel carnaval kent, maar carnaval en dit is heel anders. Dat neemt niet weg dat dit gewoon een geweldig evenement is. Goed georganiseerd, kwaliteit, dat is heel belangrijk. Je moet met een soort organisatie als deze, zeker als je de eerste keer optreedt, dan moet je echt kwaliteit brengen. Dan weet je dat je verzekerd bent voor de volgende keer. Ja, het is de eerste editie. Ik denk dat de organisatie best wel hun nek hebben uitgestoken met 12 podiums door de stad. Hoe groot kan dit gaan worden, denk je? Ja, de stad heeft nog zoveel pleinen, zoveel gelegenheden, zoveel ruimtes. Dus wat dat betreft zou het nog veel groter kunnen. En je kunt hier misschien wel 100, 120 bands kun je wel kwijt. Je kunt ze niet allemaal meer horen, maar het is wel ja, een evenement wat veel, veel groter zou kunnen zijn. Dit zou het dwelbandfestival van Nederland kunnen worden. Dat heeft alles in zich. Dat ben ik misschien wel premature, want het is redelijk vroeg dat we daar nu mee bezig zijn. Maar nogmaals, als ik de uitstraling zie, als ik zie de professionaliteit waarop men dit evenement heeft neergezet. De uitstraling, de aankleding en alles ermee samen. Ja, dan heeft dit een enorme potentie. Het kan net zo'n begrip worden als bijvoorbeeld Jazz in Juketown. Dat het gewoon een heel weekend dweilen in Den Bosch. Dat zou best een idee kunnen zijn, ja. Dat zou je best eens kunnen doen. Dan heb je een heel ander soort muziek natuurlijk. Maar het is wel ja, feestmuziek. Bosnaren houden van feest, dus dat past al mooi. Nee, ik denk dat wat dat betreft die vergelijking enigszins opgaat. Dat het best een groter evenement zou kunnen worden. Net als Jazz in Juketown, een weekend vol. Nou, voor het volgende evenement speel jij natuurlijk ook een belangrijke rol. En Maritiem komt er weer aan, hè? Eens in de twee jaar. Ja, dat is over twee weken nu. Nu wij hier zo staan op het Wellbeachfestival, over twee weken dan gaat het grootste binnenvaartevenement van Nederland. Want dat is het. Geen vergelijking met Sail, want Sail, dat zijn schepen van zee, zeeschepen. Hier niet. Dus diegene die Sail gemist heeft, die Sail nog eens een keer wil proeven, maar dan in een wat andere setting. Wij hebben hier geen windjammers. Ja, die komt naar Maritiem over twee weken natuurlijk. Even heel snel, de korte headlines. Waarom moeten mensen naar Maritiem komen? Wat is daar allemaal te beleven? Nou, de core business van Maritiem is natuurlijk toch de historische schepen. Die zijn er heel veel. Schottelboten, platbodems, rondbodems, zalmschouwen, sleepboten. Die mensen zijn zo enthousiast, die restaureren die schepen. En die willen dat graag ook laten zien. Het varend erfgoed is heel belangrijk om dat in stand te houden. En dat is wat wij mede proberen met zo'n maritiem weekend. Afgezien daarvan, natuurlijk van allerlei gezelligheid eromheen. Chanticoren, met zeeliederen, zeeliederen songfestival, braderie. Ja, er is voor elk wat wils, voor de kinderen ook. De marine die komt, de genie is nadrukkelijk aanwezig. En hoogtepunt is natuurlijk toch de vrijdag. Het vrijdagavondconcert met het grandioze vuurwerk waarbij prinses Margriet... Dat gaat openen. Hoeveel bezoekers verwacht je dit jaar? Nou, hoop je? Ja, hoop je. Ja, het ligt natuurlijk ook een beetje aan het weer. Maar ja, we hebben normaal gesproken tussen de 100.000 en 150.000 bezoekers. En we gaan er toch een beetje vanuit dat dat weer gaat gebeuren. Ja.
naast mij de trotse voorzitter van het Rudy van der Zanden Nieuwstijl Jeroen Bos Dwelfestival. Een lange naam, hè? Ja, mondvol, hè? Dat is echt een mondvol. Hey, ik denk dat jullie als organisatie, François, echt wel je nek hebben uitgestoken, hè? Ja, als je ziet wat er de laatste maand allemaal gebeurd is, dan, dan is die nek heel lang geworden. Dat valt daar nog wel mee om te zien, maar het is monnikenwerk geweest de laatste 3-4 maanden. Dus eigenlijk gewoon een fulltime functie erbij geweest. Ik kwam dus straks hier de stad inlopen en ik had eigenlijk een beetje bijna een Oeteldonks gevoel. En dat had ik net met Rob van der Laarhoven en die zei gelijk heel direct, we moeten er niet een stempel carnaval op drukken, want dit is een losstaand nieuw evenement. Ja, dat is zeker. Kijk, kijk naar die orkesten die er staan, daar is, ja, is geen Oeteldonkse muziek. Maar dat je het Oeteldonkse gevoel hebt en het gevoel van gezelligheid, dat is sowieso goed. En misschien is dat als je die blazers hoort, dat je dan toch dat gevoel hebt. Ja, tuurlijk. Ze zijn allemaal muziekliefhebbers. En luister, kijk daar alleen maar naar. Uit Hulst en waar komt het allemaal vandaan? Sneek, uit heel Nederland. Want waarom hebben jullie ervoor gekozen om gelijk het festival zo groot op te zetten? Met 12 podiums. Nou, dat is eigenlijk geen keus geweest. We hebben het idee opgepakt om hier eigenlijk op de markt iets kleins als een dwelfestival te organiseren. We gooiden het op Facebook en ja, uit alle windstreken kwamen er aanmeldingen. En we zaten na 2 weken eigenlijk al aan de markt van een 30 die we eigenlijk hadden gewild. Ja, dus we hebben het wat dat betreft gewoon gelijk maar een stuk groter aangepakt. Hoeveel orkesten zijn er vandaag? Er zouden er 42 zijn. Helaas heeft er eentje gisteravond nog afgemeld. Dus maar verder is ja perfect. Ja, dus met 41 orkesten, dan zou het met één podium ook niet gaan, want dan staan ze constant te wachten. Nee, als je hier alleen al kijkt, hier zijn dan de 22 van de wedstrijdklasse. Ja, en als je die tijd al kijkt, die hebben eigenlijk maar 15 tot 18 minuten dat ze muziek kunnen maken in die wedstrijdklasse. En dan zit het al bom en bom en bom vol. En even over het niveau van de orkesten, waar moet ik dan denken? Wat is het een beetje niveau om hier te mogen spelen? Ja, ik zou zeggen, kijk hier. Het is eigenlijk... het is geen carnaval, het is feestmuziek. Het is een stukje Nederlandstalig, het is een combinatie van alles. En de wedstrijdklas, ja, dat niveau ligt gewoon bij sommigen zo hoog. Dat is eigenlijk gewoon de Nederlandse top. En ja, daar lopen jongens tussen die bij de wereldtop horen. Ja, en die staan hier dan op de markt. Ik denk dat het best een unieke dag voor Den Bosch is. En even over het goede doel, want er zit een heel groot doel aangekoppeld natuurlijk, Villa Pardoes. Ja, we hebben er juist voor gekozen om een beetje sociale karakter aan het evenement te geven. Om ook jaarlijks een goed doel eraan te koppelen. Dit jaar is dan de keuze Villa Pardoes geweest. Daar hebben we een sms-actie aangekoppeld. Alle sms's die gestuurd worden, daar gaat de opbrengst 100% richting Villa Pardoes. Ja, daar kunnen ze een vakantie naar Wild of Wonders in Bodrum vanmiddag mee winnen. En heb je al een indicatie hoeveel er ge-sms is? Is dat massaal gebeurd? Nooit massaal genoeg natuurlijk. Ik moet zeggen, in het begin viel mij een heel even tegen. Maar ik heb net stiekem een check gedaan en vandaag zijn er toch wel heel veel bijgekomen. Dus maar, om een richting te geven, ja, dat is op dit moment heel moeilijk. Het is mooi weer, je ziet dat het lekker druk begint te worden. Ja. Maar hoe groot gaat het festival worden door de jaren heen? Want ik neem aan, dit is de eerste keer, maar je gaat hiermee verder. We gaan hier zeker in deze vorm mee verder. Maar ja, we proberen het natuurlijk ook wel uit te bouwen. Maar... ja, dat is een stukje samenwerking met de gemeente, met de horeca, wat de mogelijkheden zijn. Als het aan mij ligt, ja, ik denk nogal graag groot. Ja, wordt het nog 3 keer zo groot. Zo'n beetje, ik maakte de vergelijking net in een eerder interview ook al een beetje, als Jazz in Juketown heel weekend lekker dweilen. Ja, zou een mogelijkheid kunnen zijn. Kijk, maar ja, dat is ook een beetje afhankelijk van, het is een beetje vraag en aanbod, hè, dus. Maar als het aan ons ligt, wordt het gigantisch groot. Ik zou zeggen, laten we er samen even op proosten. Is, vandaag, dus is dit jouw eerste? Dit is mijn eerste vandaag. En ja, ook de laatste, want je moet er een beetje bij blijven. Beetje koppie. Ja, dat vind ik wel. Nou, laten we samen proosten, is ook mijn eerste. Dat er nog vele vandaag gedronken mogen worden. Ja, al dan niet door jou, door de rest. Ja, dat hoop ik zeker. Kijk, als je van de week ook gaat een mooie hele week Dwel TV maken. Of Dwel, hoe gaan we het noemen? Ja, gewoon Dwel TV. De week van het Dwel Festival. Dus ik zou zeggen, ja, alle opnames heb je. Laat een bos maar zien wat hier heeft gestaan. En dat is de volgend jaar de mensen die er niet zijn geweest. Ja, de eerste zondag van september hier op de markt zijn. En op de markt eigenlijk in heel de stad. Dankjewel. We'll be right back.
achter mij zie je dat de jury druk bezig is met het maken van aantekeningen. Want er komt vandaag een winnaar uit. Maar ook een tweede winnaar voor de sms-actie. Degene die JBD heeft ge-sms'd, maakt kans op die geweldige ultra all-in vakantie naar Bodrum, Turkije. Ik wil eerst eventjes gaan kijken, voordat we naar die finale uitslag gaan, wil ik eerst eventjes gaan kijken naar een leuke sfeerimpressie van de stad. Want er waren hier vandaag 12 podiums door de hele stad en overal was muziek en gezelligheid. Kijk even mee. Dan zit ik hier naast een van de juryleden. We hebben de wedstrijdklasse en we hebben de gezelligheidsklasse. Ik zie het zo netjes op uw papier staan. Waar let u allemaal op? Nou, ik ben vanavond voor de presentatie. Dus kijken of ze het publiek goed kunnen vermaken met de muziek en de acts die ze hebben. Ja, maar ze maken gewoon natuurlijk muziek, maar er hoort ook een soort van act bij. Hè? Het is entertainen. Ja, dat klopt. Je moet wel iets weten te brengen. Kijk, muziek maken kunnen ze allemaal. Maar weet je het ook over te brengen op het publiek? Dat vind ik het belangrijkste. En wat heb je tot nu toe gezien? Is dat indrukwekkend? Ja, er zitten wel een hele leuke... net hadden we een groepje, die waren met 8 man. Nou, die maakten hier de hele tent op zijn kop. Leek wel voor de 50 stonden. Ja, dat was hartstikke leuk. Ja. En deze zijn ook weer hartstikke leuk. Er zit echt heel veel verschil in de beleving van muziek maken en het overbrengen op de mensen. Dus en hoe professioneel zijn de orkesten die hier vandaag staan? Nou, als ik hoor van de organisatie, zijn dit toch wel... De betere van Nederland. En ja, dat hoor je ook wel. Het zijn allemaal goede muzikanten. De ene wat beter dan de andere. Maar ja, dat verschilt elkaar echt niet zoveel. Wat heeft u tot nu toe het meest verrast? Het meest verrast... dat je met een paar mensen toch wel heel veel muziek kan overbrengen. En heel veel plezier kan overbrengen. Dat was net een clubje van 8. Dat is echt, ja, dat is leuk. Je bent er nog steeds van onder de indruk. Ja, dat vond ik een leuke act ook, dat ze gedaan hebben. Ja. Wat schrijft u dan allemaal zo wel op? Want ik zie van alles staan, ja, samenspel, muzikaliteit. Ja, je let gewoon op alle dingen. Dus het is gewoon een pakketje wat je krijgt en daar let je dan op. Hè. Kijk, hier ook, zijn hele simpele dingen die ze aan het doen zijn, maar dat is wel leuk. En klinkt het dan ook goed, dan is het helemaal mooi. En het samenspel is belangrijk. Maken ze samen muziek of staat er echt alleen maar eentje te soleren de hele tijd? Ja, dat verschil hoor je wel. Zoals ik het begrijp is het geen straf om hier de hele dag te zitten. Nee, het is hartstikke leuk juist om hier te zitten. Super hoor, een leuk evenement. Ja. Nou, geniet ervan en we gaan straks horen wie de winnaar is. Oké, dankjewel. Dan gaan we nu over naar het serieuze gedeelte, de wedstrijdklasse. Hier ook 3 winnaars. Ik geef graag de microfoon aan de voorzitter van de jury van de wedstrijdklasse... Joop Peters. Goeiedag. Het heeft even wat hoofdbrekens gekocht. Ik wil mijn medejuryleden heel erg bedanken voor hun inzet. Het was best wel lastig. Maar we hebben het grandioos gedaan, denk ik. Ik wil als eerste hierboven hebben... En dat gaat natuurlijk in omgekeerde volgorde. De Dieselblazers. Jullie hebben de 3e prijs.
Hans, dit was jullie eerste keer, hè, hier in Den Bosch. Dikke proficiat. Als tweede, het wordt spannend, de feestbende. Nummer 1. Nou, dat was eigenlijk vanaf tel 1 zaten wij met de jury. Wauw, wat gebeurt hier? Ik hoop dat ik het goed zeg. De Uitlopers uit Sneek. Kom naar voren. Thank you.
Thank you.
Ja, dit was hier dan de eerste editie van het Rudy van der Zande Nieuwstijl Jeroen Bos Dwel Festival. En het is inderdaad een hele mond vol, maar wat was het een gezellige dag. Ja, ik kan niet heel veel interviews doen als mensen constant muziek aan het maken zijn, maar daar gaat het niet om. Het gaat bij dit festival vooral om de gezellige muziekskus. En ik denk dat de organisatie met dit festival hun nek heeft uitgestoken en ook zeker heeft laten zien dat Den Bosch ook dit evenement zeker waard is. En op naar volgende jaar, op naar een nog groter evenement. Maar als het zo mee heen kijkt, dan moet dat helemaal goed komen. Bedankt voor het kijken en waarschijnlijk weer tot volgend jaar. Houdoe!